Ieder van ons heeft naast zijn gewone leven vandaag de dag ook een online leven. Mag ik je voorstellen, mijn nieuwste vriend, Tom de Grote. Tom zit sinds 2010 op Facebook. Hij heeft bijna 700 friends, waaronder sinds kort ik dus. Hij is 35 en woont sinds jaar en dag in Brugge. Daar heeft hij ook Sophie leren kennen. Zijn het geen schatjes? We stuurden hem een phishing mail, zogezegd in naam van zijn echte bank, met de vraag om enkele gegevens te bevestigen. Eens we die hebben, volstaat nog één neptelefoontje om zo zijn rekening leeg te halen. Maar ik ben iets anders van plan. Want intussen ken ik Tom immers zo goed dat ik niet zijn bankrekening ga overnemen, maar zijn leven. Letterlijk. Tot snel, Tom. Zo, begin mij intussen al goed in zijn vel te voelen. Tijd voor een testje. Ja, we gaan eens dag zeggen aan Krieken, de baas van zijn stamcafé. Daar is Tom kind aan huis, dus ik ook. Toch? Hé, hey, Krieken! West! Benieuwd hoe hij zal reageren als hij zichzelf, of beter gezegd mij, tegenkomt op Facebook. Maar Tom? Good afternoon, sir. Sorry to bother you. This is Jimmy from the Harp Hotel in London. Yeah? Yeah, we got your online reservation for rooms. Excuse me. I didn't make a reservation. Een paar dagen geleden heb ik online mijn kinderdroom gevonden. Een schitterende antieke harp. Maar ik heb hem natuurlijk niet betaald. Daar heb je vrienden voor. Ah, dag meneer De Grote. Terug. Ja? Staat hij daar goed? Wat is dat? Wat lief? Wat is dat? Dat is die harp die ik hier juist geleverd heb voor u. Harp? Je hebt hier juist getekend. En waar is mijn handteken? Hier? Hey, maar dat... Kijk, gisteren had er al een gebeld vanuit Londen dat je met een visa-kaart ding besteld zijn. Ja, dat weet ik niet. Ik weet dat ik hier gewoon niet hier heb afgeleverd. Je hebt hier juist afgetekend. Maar dat heb ik niet zo getekend? Meen je? Ja? En wie was dat? Hoe zag die man eruit? Dat was jij. Simpel. Ja, zeg, dat was de rijke die ook wel wat eruit zien. Ben ik hier niet geweest? Je mag die harp weer meenemen. Dat is... kan je dat niet vragen? Ja, maar ik mag die niet meenemen. Dank. Ja, wat hè? Oeh. Kijk, dan ben ik de vrede. Wacht, is dat in deze? Ja. Beste Tom, Tom hier. Aangenaam. Heel je leven staat online en voor je het weet neemt iemand zoals ik het van je over. Hé, maar dat is freaky. Dat is freaky. What the fuck is dat? Wat de fuck is dat hier allemaal? Wat leg je nou op binnen, man? Ja, maatje. Deel geen persoonlijke en bankaire informatie. Of jij wordt misschien de volgende.